Ruimtegebruik van een auto is enorm. Een auto staat ten eerste het grootste deel van de dag stil. Hij heeft een garage nodig of een plek waar die staat. Hij heeft een plek nodig waar je heen wil. Daar moet je ook kwijt kunnen. De hele verstedelijkingsproblematiek die gaat hand in hand met de keuzes die in mobiliteit gemaakt worden. Ik ben heel erg geïnteresseerd in mobiliteit, maar vooral ook duurzame mobiliteit. Want ik denk dat mobiliteit een van de grootste problemen is van sustainability vandaag in onze omgeving. En publiek transport, zeker trams ook, hebben daar een enorm positieve impact. Dus die trams die nemen toch een aantal auto's weg uit die stedelijke omgevingen en zijn ook een soort katalysator voor nieuwe ontwikkelingen. Als ontwerper streef ik ernaar om de dingen goed bij elkaar te laten functioneren.